Daders harder aanpakken en slachtoffers beter beschermen. Dat is waar de nieuwe wet seksuele misdrijven voor moet gaan zorgen. De reacties zijn positief, maar is de uitvoering niet te ingewikkeld? De Tweede Kamer gaat vandaag over het nieuwe wetsvoorstel van minister Jezogus in debat. Ja, en we zeiden het eerder al, D66 is in principe voornemens om voor te stemmen. Moet er dan nog iets aan dat wetsvoorstel gebeuren? Nou, op dit moment worden er in het wetsvoorstel veel nieuwe straffen geregeld en veel nieuwe zaken strafbaar. Alleen de online kant die mist daar nog wel deels. D66 wil een amendement indienen om ook wraakporno te bestraffen. Dus op het moment dat er naaktfoto's of naaktvideo's van jou gedeeld worden op internet zonder dat je dat wil, dan vind ik dat dat ook strafbaar moet worden onder deze wet. Want het is in principe strafbaar nu toch, maar meer onder privacywetgeving. Ja, het is nu een delict onder de openbare orde, maar daar heb je als slachtoffer niet zoveel aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je bijvoorbeeld een zedenrechercheur of een zedenadvocaat tot je beschikking kan krijgen. Ook omdat het natuurlijk niet, het gaat niet over zomaar iets. Het is niet je nummerbord of een telefoonnummer. Dit is iets waar mensen vaak heel erg lang veel last van hebben. Wat ook lastig is om verwijderd te krijgen. En ik denk dat je dan alle hulp en bijstand moet kunnen krijgen. Ja, en die hulp en bijstand, dat is natuurlijk het lastige. Hè? Want die zedenrechercheurs, daar zijn er niet genoeg van. Er liggen heel veel zaken liggen nu op de plank. Ja, zeker. Nou, daar zijn wij als D66 ook al met heel veel voorstellen voor gekomen om dat probleem op te lossen. Omdat je eigenlijk ziet dat als mensen al die drempel overgaan om aangifte te doen, dat er vaak te weinig zedenrechercheurs doen die echt met man en macht hun best doen om alle plankzaken weg te werken. Maar zij hebben meer collega's nodig. Wat voor voorstellen kunnen dan, want we zeiden het net ook al, klapt op de arbeidsmarkt. Wat voor voorstellen zouden ervoor kunnen zorgen dat we meer zedenrechercheurs hebben? Nou, ik denk dat je het een aantrekkelijk vak moet maken. Dat het makkelijk moet zijn om je te kunnen omscholen of bijscholen. Maar ik denk ook dat de politie flexibeler zou kunnen worden in hun eigen personeelsbeleid. En dat we goed moeten kijken naar wie hiervoor geschikt is en hoe je dat ook makkelijk kan maken om dit werk te kunnen doen. Want het is een hele ingewikkelde baan. Maar we kunnen niet genoeg zedenrechercheurs hebben op dit moment. Even weer terug naar dat wetsvoorstel. Dat is nieuw, er zijn dingen veranderd. Zou u even uiteen kunnen zetten wat er precies verandert ten opzichte van de huidige situatie? Nou, op dit moment is het zo dat je dat verkrachting onder dwang strafbaar is, maar dat in de praktijk vaak heel erg lastig te bewijzen is. En er zijn een aantal strafbaarstellingen bijgekomen, waardoor het makkelijker wordt, over het algemeen vooral voor vrouwen, om een kansrijke aangifte te kunnen doen. Op dit moment zien we dat 100.000 Nederlanders per jaar worden aangerand, verkracht of last hebben van seksueel misbruik. En dat we er eigenlijk niet in slagen om dat op een goede manier aan te pakken. Het lastige blijft toch ook met het nieuwe wetsvoorstel dat het vaak een kwestie is tussen twee mensen waar verder vaak geen toeschouwers zijn. Dus dat het altijd lastig is, ook met een nieuw wetsvoorstel, om te bepalen wie daarin gelijk heeft. Ja, het is natuurlijk wel zo, de rechter die zal niet zomaar tot een veroordeling komen. Dus er is altijd bewijslast nodig. Dat was in de oude situatie zo en dat zal ook in de nieuwe situatie zo zijn. Maar op het moment dat de wetgeving het zo ingewikkeld maakt om te kunnen bewijzen dat er sprake was van seks zonder wil. Want en wat maakt het zo ingewikkeld? Nou, er zijn vaak maar twee mensen aanwezig. De dader en het slachtoffer. Ja. En op dit moment moet je eigenlijk bewijzen dat die dwang zo ver is gegaan dat jouw wil is doorbroken. Terwijl je in de praktijk vaak ziet dat slachtoffers ook bevriezen. Dat ze op het moment dat ze doorhebben van oké, ik ga dit gevecht letterlijk en figuurlijk niet winnen. Helemaal verstijven en niet weten wat ze moeten doen. En op dit moment is het heel erg lastig om daar een zaak van te maken. En ik denk dat het goed is dat deze wet dat verandert. Want in het nieuwe wetsvoorstel is het de bedoeling dat je, het gaat niet zozeer over dat je gedwongen bent. Maar eigenlijk moet je als degene die de seks initieert, wordt er dan volgens mij gezegd, weten dat de persoon met wie je dat gaat doen het wil. Nou, ik denk dat het een heel goed idee is dat op het moment dat jij die seks wil, dat je je ook afvraagt, wil de andere partij dat ook? En dan zijn er natuurlijk verschillende gradaties van strafbaarheid. Maar de basis dat seks gelijkwaardig zou moeten zijn, dat is denk ik een heel belangrijk besef. En ik denk dat je als je naar het buitenland kijkt, en bijvoorbeeld in Zweden heb je nu vergelijkbare wetgeving. Dat heeft daar niet alleen tot meer aangifte geleid, maar ook tot meer veroordelingen geleid. Dus het heeft wel een zekere normatieve werking, waarin ik denk dat we het normaal zouden moeten vinden, maar ook zouden moeten doen, dat seks van twee kanten komt. Je mag dan vragen, waar zit dan het grootste effect?
effect in het bevestigen van de norm, in het mensen erop attent maken? Zou het ook echt in de praktijk tot andere oordelen, vonnissen van rechters gaan leiden? Er zijn best enthousiaste reacties over vanuit de juridische wereld dat het makkelijker wordt om zaken rond te krijgen. Maar het blijft natuurlijk wel ingewikkelde bewijslast. Maar deze wet gaat het wel makkelijker maken om die zaken rond te krijgen. Daar moeten we dan ook genoeg mensen voor hebben. Die normatieve werking of dat preventieve, dat is denk ik een belangrijke bijvangst. Heel kort, verwacht u dat het een moeilijk debat wordt vandaag, of is eigenlijk er best wel een eensgezinde meerderheid? Ik denk dat mensen van links tot rechts het er wel over eens zijn dat de huidige wetgeving tekortschiet. Maar ik verwacht dat iedereen met allerlei plannen gaat komen die we dan met elkaar gaan bediscussiëren of ze verstandig zijn.